Okay. Nou, we zijn weer on tour. En dit keer zijn we bij Joning Middendorp. Ja, dat klopt. We zijn hier in Ermelo, bij mij thuis. En we gaan even kijken wat we hier allemaal hebben. En dan ga ik vertellen hoe ik in de paarden ben gekomen en wat ik ben gaan doen. En ik hoop dat jullie veel kijkplezier hebben. Ja, nou, wij vinden het al helemaal leuk. Heel leuk. Ja. En naast Jordi staat Sanne. Ik ben Sanne Leens. Ik kom net pas een paar maandjes kijken in Ermelo. En ik heb zelf hier een merrie en veulen staan die we ze ook even laten zien. Dus ik zal ook nog wel meer vertellen nog. Nou, helemaal dus, goed. Dus ik ja. Okay. Ja. Ja. Dit zijn mijn merrie en veulen. Dit is een dressuurmerrie van Painted Black met Kigali. En die heeft nou de eerste aan de voet. Ik ga even voor een veulen staan. Ik mag gewoon niet zien. Eerste veulen aan de voet. En het is van een Heike. Heike BP54. Oké. Okay. Naar Amerika toe. En Werk Pinto, wat is dat voor ras? Werk Pinto is nu een vrij nieuw stamboek. En wow! Hij lijkt het. Gaat weer top. Heel graag in beeld. Jij bent belangrijk, kleine. Werk Pinto is een vrij nieuw stamboek. En het gaat er eigenlijk om dat ze liefste bont zijn, zoals hij is. Ja. Met minimaal een vlek van een aantal centimeter. Maar je hebt daar genoeg. En dan moet het liefste boven de 37,5 zitten. Dat heeft hij net niet, omdat zijn volledige... Ja, dressuurmerrie is en er een hengst op zit met wat minder vries bloed. Ja. Dus hij komt in een XX boek. Oké, okay. Want je hebt BP. Ja, je BP FP. Is echt volledig, dus en de vlekken en het genoeg vries bloed. Ja. En dan heb je nog XX en FP. Ja. En dat heeft te maken met de kleur en of ze meer vries bloed hebben of niet. Oké. Okay. En wat is de toekomst? Dressuur? Of, Ja, omdat er natuurlijk ook een dressuurmerrie achter zit, wil ik zelf wel het liefste de dressuur in met hem. En misschien ook voor de kacht. Dus kijken hoe hij dat doet. Hartstikke leuk. In ieder geval vooral dressuur. Dus ben benieuwd. Hij is nu 3 maandjes oud. Dus, kijk. Zien. Kijken wat hij doet op 3 jaar. Keuring. Ja, precies. En naar de keuring. En naar de keuring. In augustus de veulenkeuring en dan 3-jarig als hij een beetje goed ontdroogt. Dus ben benieuwd. Ja. Top. Succes. Nou Jordi, we staan hier bij jouw tuigpaard Topper. Ja. Vertel, hoe komt het dat jij bent begonnen met tuigpaarden? Ik ben eigenlijk ooit begonnen in de Vriezen. Dat begon bij Joma Chardon. En daar kwam ik natuurlijk met ijs in aanraking. En toen ben ik na Joma gaan werken als hoefsmid bij John Donk. En John die had natuurlijk tuigpaarden, meerderheid, Fontana uit Zuidwester. En toen kwam ik bij John met tuigpaarden in aanraking. En toen zei ik tegen John, ga ik ooit een keer een goed tuigpaard kan vinden, dan wil ik daar wel een keer voor gaan. Dat vind ik wel grappig. Ja. En toen een paar weken later stuurde een collega van ons, Dion, die stuurde mij een berichtje. Hij zegt, dit is een goede merrie. En was een foto van geladen met een veulentje aan de voet en was bij Jan Tienkamp. Een hele slechte foto. Maar goed, ik vertrouwde op Dion. Hij zei, dat is een goede merrie. Hij zei, ga er maar heen. Dus toen ben ik die donderdagavond met mijn vader en mijn zusje in de auto gestapt naar Jan toe. Kijk. En toen bij Jan kijken en hij stond in de wei en hij zag ja, dik en het veulen had de staart erin een beetje afgegeten. Ik dacht, nou, als dit een goede merrie moet zijn. En Jan die zei, hij zegt, als ik hem los doe in de bak, weet je niet wat er gebeurt. En hij deed hem los in de bak en hij had gelijk. Het was gewoon gelijk elke pas raken. En de merrie die had heel veel schrik. En ik dacht, nou, dan ga ik proberen. Dus toen op het veulen oud genoeg was, hem afgespeend. En toen ben ik gaan trainen. Toen had ik hem net 3 maanden hier op stal. En toen moesten we Lunter afrijden. Nou, met afrijden dan gaf hij zo'n werelds gevoel. Dat was gewoon fantastisch. Yeah. En toen was ik zoiets van, nou, hier ga ik mee door. Dit vind ik wel leuk. Mooi. Super. Ja. En wie helpt een beetje bij de training, omdat het ook nieuw is? De training doen we helemaal zelf. Helemaal zelf? Ja, en Sanne die traint hem eigenlijk door de week heel veel, omdat ik gewoon zelf veel dagen werk, ook tot 's avonds laat. Ja. En weekends spannen we af en toe in, maar het is het grootste gedeelte dat we zelf doen. En eigenlijk is 80% van onze training longeren. Ja. Ja. Gewoon aan de enkele longe, aan de dubbele longe. Gewoon loswerken. Loshouden. Hm. Ik vind het zelf heel belangrijk, ook bij de keuringspaard, dat ze los zijn, dat ze blij zijn. Ze staan bij mij heel de dag buiten, gewoon in de zon of nou een wedstrijdpaard is of een fokmerrie. Ja, dus loshouden vind ik belangrijker dat paard schik heeft. Ja. Zij is 11 jaar oud, maar ze heeft nog altijd schik en ze blijft altijd gaan en dat vind ik heel belangrijk. Super. En heb je nog een bepaald doel aan wat je wil bereiken misschien met haar? Ja, het is uiteindelijk natuurlijk sportpredicaat, ereklas en het liefst nog een keer een veulentje erbij fokken zelf. Ja, superleuk. Dat is wel waar we voor gaan. En wat vind je, wat is voor jou... Dit is echt hobby, tuigpaarden. Ja, ja. Want je vindt Vriezen, dat is wel meer jouw... Ja, de Vriezen, dat heeft mijn hart altijd gelegen. Ja. He, of het nou de fokkerij is of het keurig klaarmaken. Ik heb bij Joma Chardon ook een tijdje voorgebracht. Ja. Dat vond ik gewoon super leuk en daar ben ik eigenlijk ooit mee begonnen. Ja. Ik hoop ooit een keer in de positie te zijn dat ik kan zeggen dat ik een dekhengst heb. Maar ja,
Dat is dromen en blijven dromen. En mijn vader, bent nog jong. Ja, en mijn vader zegt wel eens, hij zegt, het hebben van de zaak is het eind van het vermaak. Ja. Dus ja, misschien dat we daar ook maar een beetje aan vast moeten houden. Wat vind jij nu belangrijk, Jordi, met het longeerwerk? Ik vind het belangrijk dat ze op eigen benen lopen. Stappen. Dat ze loslaten. Dat ik op, als ik in de dubbele longe werk, dat ik op links en rechts gewoon een gelijkwaardige druk heb. En ik vind het belangrijk dat ik paarden links en rechts in kan buigen. Ze hoeven voor mij niet altijd rechtgesteld te lopen. Ze mogen ook een keer in contraststelling lopen. Maar het belangrijkste vind ik dat die paarden los zijn. Dat ze los blijven. Dat ze gehoorzaam zijn. Dus voor de kar onder het zadel loopt, is dat een paard gewoon ten alle tijde gehoorzaam moet zijn. Dat hij moet luisteren naar een commando, naar een stem en dan naar hulp. En hun die is nu 4 jaar oud, die heb ik zelf gevocht. Dat veulen zijn altijd hier gehad. Dus ondertussen kennen we elkaar wel een beetje. En dan kom je ook soms tegen bepaalde punten dat je elkaar te goed kent en dat je een beetje grenzen gaat opzoeken. En dan is het juist belangrijk om dan te zeggen van god, hier is de grens en tot hier kun je niet verder. Hier ook, ik wil dat die scherm van mijn hulp blijft, actie en reactie. Als je naar mijn hand toe blijft, dat hij wel loslaat. Of het nou voor de sport is, of nou doe ik met een dubbele longetje. Goed zo. En dit vind ik fijn, dat hij daar los begint te laten, dat hij begint af te kouwen. Dan gaat hij ook meer door het lichaam heen. Helemaal bij een vries is het belangrijk om die verbinding in het lichaam te houden. Helemaal de aansluiting met het achterbeen. Hij heeft een constante tempo, houdt het takt in regelmaat. En dit vind ik gewoon bij de opleiding van de jongpaard heel belangrijk. Nou jongens, wil je ook zulke mooie hoeven? Wel Jordi van Middendorp. Kan allemaal geregeld worden. Kan allemaal geregeld worden. Tuigje ook prachtig moet ik zeggen. Ja, dat proberen we. Ik heb dit tuig nog een paar weken. Hebben we op landbaard laten maken bij Paul Klaassen. Dus hier nou wat extra uit deze kleinigheden. En ook als jonge paarden heb die trainen betuigen. Heb ik een systeem laten maken waardoor ik mijn strengen gewoon hier kan vastmaken. Dat ik niet meer bij de achterbeen hoef te komen met inspannen. Ja. Ik kan ze hoog en laag bijzetten. Ik heb eventueel nog bijzetringen eraan dat ik hem ook kan logeren. En nog hier en daar wat dingetjes. Ik heb zelf gekozen voor donkerbruine kleur. Deze was net nieuw bij Paul. En ik vond het wel een mooie kleur bij bruine paarden of zwarte paarden. En ik heb beide, dus nou, dat gaan we zo maar doen. Kijk, goed over nagedacht. Ja. Hoi! Hey Jordi. Jij bent natuurlijk nog vrij jong, net als ons. Ja. Hoe krijg jij het voor elkaar om zo mee te doen? Ook in de tuigpaardensport en ook je doet vriezen klaarmaken voor de keuring. Wat is jouw geluk daarbij, zeg maar? Ik heb het geluk dat ik een vader heb die me altijd heeft geholpen. Die altijd voor me klaar staat. Daarbij heb ik gewoon het geluk gehad dat ik op heel veel plekken heb mogen kijken, mogen leren. En het is ook een kwestie van willen. En ook gewoon gaan doen, hè, durven. Maak je beste succes komen voort uit keuzes durven maken. En juist dingen waarvan je denkt van, is het zo handig? Dat waren voor mij de dingen die me wel hebben gebracht op waar ik nu sta. Ben ik klaar? Nee, nog zeker niet. Maar het is voor mij gewoon een hobby, het is passie. En dat vind ik hard werken ook niet erg. En dat is wel iets wat je moet willen en wat je moet doen. Je moet hard werken en gewoon 7 dagen in de week voor klaar willen staan om het allemaal te kunnen. Ja. Top, mooi. Ben je nog? Ja? Ja, ja. Hoe krijg je nou zulke mooie grote voeten eraan? Tijd. En ik heb ze zelf al mijn eigen paarden speciaal beslag. Dus een leren zon met hoefpad. Ja. Daar wordt de druk in de hele voet verdeeld. En omdat een tuigpaard vaak een extreme beweging heeft, heel veel druk op die voeten krijgt, vind ik het belangrijk dat ze demping hebben en dat de voet ook bespaard wordt. En door een leren zool heb je gewoon veel meer drukverdeling. Dus alle klappen die in die voet komen, dat is over de hele voet heen en niet alleen op de buitenste draagband. Dus ik vind het wel belangrijk dat de paarden dat krijgen. En op die manier hebben de voeten ook de tijd om overal gelijkwaardig te groeien en op te komen. Ja. En gewoon regulier beslaan.
En ja. Bij een tuigpaard vinden mensen altijd dat niet heel belangrijk. Waarom is dat ding? Ja, ik denk dat het goed fundament bij elk paard heel belangrijk is, of het nou een tuigpaard of een dressuurpaard is. Alleen bij een tuigpaard gaat het natuurlijk om beweging. En hoe meer lengte je in het voorbeen hebt, hoe meer hoogte je dus in de voet hebt, des te meer beweging ze hebben. En Roelof van het Oefen had een keer een heel mooi stukje op Facebook. Hij zegt een centimeter voet doet meer dan 5 centimeter ijzer. Maar dat klopt wel, dat zie je wel. En dubbel ijzer, dat is mooi. Ik gebruik het zelf natuurlijk ook, maar gewoon aluminium ijzer, meer hebben ze niet nodig. Maar goede voeten eraan, een voet waar lengte in zit. Ja, dat is denk ik wel belangrijk, omdat er zoveel van die banden en pezen gebeurt, moet er iets in die voet zitten, daar moet iets onder zitten. Ja, top. En hoe verdelen jullie het qua training een beetje, verzorging? Heb je iedereen eigen taak een beetje? Nou, het is in het begin deed ik Galaan eigenlijk heel veel. Maar het werd bij mij wat drukker. En toen heb ik Sanne overgehaald om Galaan te gaan trainen. Okay, ja. Dus tegenwoordig doet Sanne zijn Galaan eigenlijk 3-4 keer in de week trainen. En dan is eigenlijk het logeren. En voor de rest ga ik er heel soms voor de kamer, bijna niet. Hunky, dat doen we een beetje afwisselen. De ene keer doe ik hem voor de kar, de andere keer rijdt op de longeer Sanne. Ja. De stallen en alles doen we samen. Dat is gewoon een beetje gelijkwaardig. Het opscheren doe ik altijd. Ik het vlechten dus. Ja, ja, ja. Sanne doet het vlechten. Nee, ja, het wassen dat doen we samen. Ja. De spullen klaarleggen doen we samen. Ja. Een beetje controle dat we gewoon alles zeker weten, dubbel checken. Ja. En helemaal omdat je net begint, heb je dan niet weinig routine erin. Ja, precies. Dus dan controleren we elkaar altijd een beetje. Dus dat loopt eigenlijk altijd wel. Niet echt een schema wie of zo. Kan het? Dat doet mijn vader. Ja, dat is makkelijk. Mooi makkelijk. Ja, dat scheelt. Als ik moet koken, word pannenkoeken of patat. Ja, ook lekker. Ja, ja, lekker af en toe. Ja, dat kan wel. Voor 10. Ook om 10 meer. Dat is niet dinnetje druk. Plafond. Doei. Doei.